Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we in het noorden van het land een behoorlijk dikke plak bewolking zitten. In het midden en zuiden schijnt juist de zon flink, maar in het uiterste zuidoosten drijft ook weer wat hoge bewolking over. En Die bewolking hoort bij buien die boven Duitsland zitten. Die kunnen we ook op de radenbeelden zien. Ze bevinden zich boven Duitsland en daar blijven ze ook. Ze trekken verder naar het oosten toe, dus verder van ons land af. Dat betekent dus dat het bij ons geheel droog blijft. Het weerbeeld voor vanavond ziet er dan als volgt uit: tussen de 17 en 20 graden in de kustgebieden en 20 tot 23 graden verder landinwaarts, met daar ook nog de meeste zon. In de loop van de nacht gaan de wolkenvelden zich vanuit het noorden verder over het land uitbreiden. Ze bereiken uiteindelijk ook het rivierengebied, maar in het uiterste zuiden zullen de meeste opklaringen toch wel blijven. Het koelt af na 13 of 14 graden en de wind wordt zwak of matig. Morgenochtend in eerste instantie een tamelijk grijs weerbeeld op een heleboel plaatsen, zeker ten noorden van de grote rivieren. In het zuiden is al van tijd tot tijd zon. In de loop van de dag gaat het wolkendek verder openbreken. Dan ontstaat er een mengeling van wolken en zon, met name stapelwolken. In het noorden kunnen de wolken nog wat meer overheersend blijven. Het wordt een graad of 20 in het noorden en noordwesten van het land, dankzij een matige wind die waait uit het westen tot het noorden. Maar verder landinwaarts, daar wordt uiteindelijk toch wel weer een tropische of een zomerse waarde Bereikt van zo'n 25 tot 27 graden. De wind die komt dus zoals gezegd uit het westen tot noorden en is meestmatig kracht 3 of 4. Op zaterdag ook een mengeling van wolken en zon, met name stapelwolken zijn het dan. 21 tot 22 graden dicht aan de kust en een zomerse 25 tot 28 graden verder landinwaarts bij een matige noordelijke wind. Op zondag overheerst de zonneschijn, dan wordt het 23 tot 27 graden. Op maandag weer wat meer wolken in het weerbeeld, maar nog steeds overal droog bij 20 tot 26 graden. Ja, en kijken we dan nog wat verder vooruit, dan zien we dat over het algemeen het tussen de 25 en 30 graden is overdag. Op dinsdag een iets lagere temperatuur, dat hangt waarschijnlijk samen met wolkenvelden die over het land trekken, waar misschien zelfs een spatje motregen uit kan vallen, maar voor de droogte maakt het eigenlijk helemaal niets uit. In de loop van volgende week, tweede helft van volgende week, dan groeit de kans dat we op wat meer plaatsen ook een tropische 30 graden gaan bereiken, maar echte zinderende hitte, dat ziet nog steeds niet in de verwachting. En wat de droogte betreft, dit is de hoeveelheid neerslag die we verwachten van dag tot dag, tot twee weken vooruit. En zoals, zoals u kunt zien, over het algemeen blijft het gewoon droog of valt er hooguit een enkel buitje. En Dat betekent dat de droogte dus voorlopig nog aanhoudt. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.